De heer Boswijk, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw van der Plas en ik delen heel veel met elkaar. Het warme hart voor de agrarische sector. En ook, wij zien natuurlijk allemaal, horen wij de verhalen en zien we ook de schrijnende gevallen. En dat doet ons allemaal wat. En ik heb uw plan ook gelezen, hè, over het skippen van een aantal Natura 2000 gebieden of in ieder geval terugbrengen. Toen ze werden aangewezen was ik zelf nog vloeibaar. Ik denk als ik er zelf bij was geweest en ik had geweten welke consequenties er zouden komen, had ik gedacht van dit moeten we niet zo doen. Een hele nette uitdrukking volgens mij. Ja, ik ken hem niet. Ze zijn allemaal ooit vloeibaar geweest, geloof ik, voorzitter. Het is een serieus punt wat mevrouw van der Plas aansnijdt. En ik heb die vraag ook heel vaak gehoord, want wat zijn we, zal ik idioten gaan naar Brussel, gaat regelen. En toevallig hebben wij als commissie een paar maanden geleden, en helaas waren er niet heel veel Kamerleden, ik geloof meneer Van Kampen was erbij, hebben we met de eurocommissaris ook zelf gesproken. En hebben ook de vraag gesteld, joh, hoe kijkt u ernaar om inderdaad wat meer maatwerk te tonen en dat we wat gebieden gaan skippen? En toen gaf hij eigenlijk zijn antwoord aan, joh, daar staan we helemaal voor open, daar willen we helemaal aan meewerken. Als Nederland niet meer in de top zit van de stikstofuitstoot, wij zitten veruit bovenaan. Als de waterkwaliteit in goede staat is, als de natuurkwaliteit goed is, als de bodemkwaliteit, nou, noem ze al helemaal op. En ook de veedichtheid niet zo groot is. Dus dat gaf in ieder geval aan al heel duidelijk. Ja, weet je, we willen best meewerken, maar dan moet je Nederland al wel eerst zelf aan de gang. En er zijn de afgelopen kabinet al heel veel partijen geweest die dit hebben geprobeerd. Dus ik zou het heel graag willen. Ik denk dat we ook dat empathie tonen naar de sector. Enerzijds is inderdaad beseffen hoe pijnlijk dit besluit en dit beleid is. Dat voel ik ook. Dat het een gemiste kans is, bijna klaar. Gemiste kans is dat er niet een veel duidelijk perspectief ligt. Dat vind ik ook. Ik had echt gehoopt dat er veel concretere maatregelen liggen. Maar ik vind ook dat we eerlijk moeten zijn. Hoe kijkt mevrouw van der Plas hiernaar? Mevrouw van der Plas. Ja, nou ja, volgens mij heb ik dat al gezegd. Alles is een kwestie van willen en niet van kunnen. Ik vind dat als we dat vinden en als we dat ook echt allemaal vinden, van nou, we moeten daar gewoon echt goed naar kijken, dan laten we ons niet afschepen door Brussel. Dan gaan we gewoon heel goed kijken ernaar. Nou, zet daar ook maar 1000 ambtenaren op om dat te regelen. Alles hier is een politieke keuze. En dat is prima. Ja, ik vind de keuze niet altijd prima. Dat is prima, maar zeg het gewoon. Zeg gewoon, luister eens, het is een politieke keuze om het zo te doen. En we gaan daar niet dan heel hard voor vechten, want we zien het niet zitten of wat voor reden dan ook. Maar het is allemaal van, ja, weet je, het kan niet. En ja, de eurocommissaris heeft dit en dat gezegd. Nou, zoek het gewoon eens even goed uit. Dank u wel. De heer Boswijk. Ja, voorzitter, ik denk dat het al heel veel is uitgezocht. Ik heb persoonlijk ook nog eens een keer achteraan gezeten, ook met mijn fractie in Europa. Maar laten we de vraag stellen aan de minister. Wat is er nou precies gebeurd de afgelopen 20 jaar om dit te proberen? Ik ben heel benieuwd naar. Misschien zijn er openingen. Ik denk heel eerlijk gezegd dat het heel lang gaat duren. Dat het ook betekent dat boeren dus nog langer in onzekerheid zitten, ook de pasmelders. Maar dan even een ander punt. U noemde de brief van het RIVM. Helaas kon ik niet fysiek aanwezig zijn, maar ik heb hem zeker wel gekeken. Ik vond het ook een hele verhelderende briefing. En u haalde er net een paar punten uit. En ze zeiden inderdaad, ja, we weten op bedrijfsniveau niet exact wat de uitstoot is. Dat zei, niet. Wij weten wel in grote lijnen waar de stikstof vandaan komt en waar het terecht komt. Hè. Dus... En ik heb u eerder ook gehoord over de commissie Hordijk. Heeft u eigenlijk hetzelfde argument aangegeven? Ja, wij weten eigenlijk niks en we moeten meer onderzoeken en meer meten. Kijk, ik ben erg voor meer meten, maar het is ook niet helemaal waar dat we helemaal niks weten. En nou reageerde de voorzitter van deze commissie, Leen Hordijk, vorige week. En die zegt, joh, mijn advies wordt eigenlijk maar selectief uitgeshopt door onder andere u. En hij vergeleek dat met de tabaksindustrie en met de drankindustrie en alle industrieën die daar ook hebben gelobbyd in het verleden met halve waarheden. Hoe kijkt u daarnaar? Is dat eerlijk naar de agrarische sector toe? Ja, graag via de voorzitter, meneer Boswijk. De heer Hordijk heeft een uitgebreid interview gegeven in de Agriobladen, in de regionale agrarische kranten van Agio. Daar was hij gewoon best wel duidelijk. Daar heb ik ook mijn vragen op basis van het artikel heb ik mij daar de vragen gesteld. En ik vond het heel opmerkelijk dat echt binnen een paar dagen nadat hier die vragen werden gesteld, dat ineens dat het een soort van teruggetrokken wordt. Ja, en kom ik weer, de twijfelbrigade, denk ik weer van wat zit daarachter? Waarom geeft hij een paar weken daarvoor? Het interview was al een paar weken oud, hè? Was niet net uitgekomen, was een paar weken oud. Niemand over gehoord. Totdat er hier vragen worden gesteld. En prompt zit 2 dagen later de heer Hordijk bij Nieuwsuur om het allemaal weer anders te zeggen. Of dat het allemaal niet goed was. Of
hoe dan ook. Dan denk ik van, wat zit daarachter? Moet hij dit nu zeggen? Hij kan mij ook bellen, hè? Van, nou, mevrouw van der Plas, ik hoor allemaal dingen zeggen, dat is helemaal niet waar. Nee, je zit in Nieuwsuur om dat te vertellen. Ja, sorry, voorzitter, maar mijn vertrouwen, zeker op dit dossier, op een heleboel andere dossiers heb ik nog best wel wat vertrouwen. Dit dossier, ja, mijn nekharen staan gewoon overeind. Ik vraag me echt af van, wat zit hier allemaal achter? Dank u wel. En ik denk, halvering van de veestapel. Dat is de stip op de horizon. Dank u wel. De heer Bos. De grond komt daar dan nog bij. De heer Boswijk. Ja, voorzitter, ik woon zelf in een boerendorp. Ik zit in de kerk, in het bestuur van mijn school. Dus ik kom heel veel boeren tegen, de hele dag door. En hier heb ik dus enorm veel last van. Dit doet mij ook heel veel pijn. Hè. Ik sta in de supermarkt en mensen kijken mij aan. Zit jij ook in dat complot? Is niet het doel dat jij eigenlijk die veestapel wil halveren en die agrarische sector de nek om wil draaien? En het raakt mij de hele dag door. Ik ben niet een of andere hoge pief die hier heel de dag staat en het interesseert me geen reet. Maar dit is echt ondermijning. Hè. Het is goed om kritisch te zijn op beleid. Dat zal ik zo meteen ook zijn naar de bewindspersonen. Want ik vind echt dat we een aantal afslagen echt hebben gemist. En dat daar inderdaad een stuk gebrek aan empathie uit voortkomt. Maar ik vind het echt grensoverschrijdend als wij ineens wetenschappers, en niet alleen de heer Hordijk, maar meerdere wetenschappers, ja, gaan twijfelen. En wat zit daarachter? Nou, ik kan u vertellen, de wereld is eigenlijk een stuk saaier. Er zit niks achter. En ik denk dat de agrarische sector smacht naar perspectief. Ik neem dat de bewindspersonen kwalijk dat we daar niet voldoende mee komen. Maar de agrarische sector is hier niet bij gebaat. En daarom, tenslotte voorzitter, wij gaan naar Brussel toe. Hoe lang denkt mevrouw van der Plas dat gaat duren? Wanneer is het moment dat zij ook zegt, oké, we hebben het geprobeerd, het is niks geworden. Hoeveel jaar is dat? Hoe lang moeten wij wachten om iets te gaan doen? Mevrouw van der Plas. Totdat volstrekt duidelijk is of bijvoorbeeld, als we het over stikstof hebben, of het volstrekt duidelijk is dat de stikstof van die koe, zeg maar even, van die koe opstijgt en neerslaat op dat natuurgebied en op dat plantje en dat het daardoor komt. Sorry voorzitter, daarvan zegt het RIVM en het PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, zelf. Ja, en dan kunnen de Kamerleden boos op mij worden. Het wordt zelf gezegd dat dat niet exact duidelijk is. En ik zeg tegen de boeren, het moment dat u wordt onteigend op basis van natuurherstel, dan stapt u naar de rechter en dan gaat u die vraag stellen aan de rechter. Toon mij aan dat van deze koeien, deze stikstof, op dat natuurgebied, op die plantjes is gegaan. En dan gaat dit gaat een hele lange juridische leidersweg worden voor de overheid. Dit gaat heel veel geld kosten en daarom roep ik het kabinet nogmaals op, steek geld in innovaties. Laat die boeren verduurzamen. Laat ze doen waar ze goed in zijn. Ondernemen, ontwikkelen. En dan bespaar je Nederland een hele hoop ellende en een hele hoop geld. De heer Boswijk. Ja, voorzitter, kijk, ik ga meteen zeggen, die duidelijkheid, hè, dan moeten we op elke sensor, op elke achterkant van een koe een sensor plakken en op elk plantje een sensor, dan zullen we het exact weten. Die realiteit gaat natuurlijk nooit komen, voorzitter. En ik ben het met mevrouw van der Plas eens. Natuurlijk moeten we meer gaan meten. Ik ben in Liefdingsbroek geweest. Heel mooi gebiedsgerichte aanpak. Wordt gemeten in de stal. Wordt ook gemeten in het natuurgebied. Ja. Ook meer dan alleen stikstof. Hè. Ook in de bodem. Ook het beheer wordt bekeken. Dus ik ben daar helemaal in voor. Maar we moeten ook een beetje reëel zijn. Hè. Het is het RIS-model waar natuurlijk veel om te doen is. Zit er fout in? Moeten we kritisch op blijven? Maar het is net zoals een buienradar. Hè. De buienradar zit er over het algemeen best wel goed in. En soms wijkt het model af. En hoe kan je dat dan doen? Nou, dan moet je op die locatie gaan kijken. Onder andere met de ecologische autoriteit. Moet je wat meer gaan meten. Maar ik vind het echt misleiding om te doen dat we 1000% moeten weten. En dat we dan pas gaan doen. En het beeld dat we op dit moment helemaal niks weten. Ja, er zit er af en toe fout in. Dat is inherent aan de wetenschap. Dat moet ook elke keer worden verbeterd. Maar ik ben ontzettend blij dat we op heel veel andere, op de medische wetenschap, niet zijn gaan wachten totdat we alles wisten. Want dan zouden we waarschijnlijk nog steeds maar 25 jaar worden. Dank u wel, mevrouw van der Plas. Ik zal nooit accepteren dat boeren oneigenlijk worden uitgekocht. Of vergunning wordt afgenomen. Of wordt onteigend. Dat zal ik nooit accepteren. Niet zolang ik hier sta, niet zolang ik leef. En dat is waar ik hier voor strijd. En dat kunnen de Kamerleden allemaal niet leuk vinden. Dat mag allemaal. Daarom hebben we een debat. Maar dat is waar ik hiervoor sta. En het is mij te makkelijk om te zeggen, zoals we nu al zien, dat het stikstofbeleid gewoon aan alle kanten wankelt.
dat we zeggen, ja, maar weet je, laten we nou maar gewoon accepteren dat dan hè, zo'n Arius-model tot misschien wel 100% afwijking kan hebben. Is niet altijd zo? Kan. Ik ga dat gewoon niet accepteren. En ik zal hiervoor blijven staan. Heer Bosvijk. Altijd. Ja, voorzitter, en nogmaals, ik zeg als je inderdaad die grote afwijking hebt, heb ik onder andere het voorbeeld van Lievelingsbroek aangehaald, meerdere keren. Ik zal er in mijn eigen bijdrage ook over beginnen. Maar ik wil je even het beeld wegwerpen dat ik wel zou accepteren dat er oneigenlijke redenen boeren zouden gaan onteigenen. Ik denk dat niemand dat wil. Ik denk alleen dat je altijd moet kijken wat zegt de wetenschap, wat is er in de samenleving mogelijk. Daar moeten we een nauwkeurig proces voor lopen. Dat zal het aankomende jaar gebeuren. En ik moet ook eerlijk zijn, ik vind dat er best wel wat concrete punten zijn geweest die het kabinet niet heeft meegenomen. En dat vind ik een gemiste kans. Maar ik vind nogmaals, we kunnen niet doen dat we helemaal niks weten en dat er één groot complot is. Dat kan gewoon niet. Mevrouw van der Plas. De heer Boswijk heeft mij het woord complot helemaal niet horen noemen. Nog nooit. Nog nooit. Kijk in de handelingen terug vanaf 18 maart. Ik heb niet gezegd, het is allemaal één groot complot. Ik twijfel. Ik stel vragen. En heel veel dingen hebben we hier ook in andere onderwerpen gezien, hè? Waar de Kamer zei van, ja, nee, maar dat is niet zo. Wat ook zo bleek te zijn. Dus het is helemaal niet erg, voorzitter, om te twijfelen. En als blijkt dat ik ongelijk heb en dat het niet zo is, dan ben ik de eerste om te zeggen, oké, dat heb ik verkeerd gezien. Ben ik de eerste. Maar zolang dat niet zo is, blijf ik die vragen stellen. Dank u wel.